Wanneer je de sfeer van dit filmpje optimaal wil maken, dan zet je nu het heavy metal nummer Kill Them All op. Dat is geen zachtzinnig filmpje. Ik heb de aardappels goed in de gaten gehouden. En tot nu toe leken ze vrij van Colorado kever. Maar nu heb ik toch bij twee plantjes wat larven ontdekt. Ja, dat is een beetje weinig vegetarisch van me. Maar ik heb toch liever aardappels dan Colorado kevers. Dus alles wat ik ontdek, dat knijp ik fijn. Mooier kan ik het niet maken. Colorado kever is een exotisch diertje. Wat hier geen natuurlijke vijanden heeft. Eigenlijk zouden vogels zoals fazanten en duiven en andere vogels ze kunnen eten. Ze slaan de toxische, de giftige stoffen uit het blad van de aardappel op in hun lijf. Worden daardoor oneetbaar. Of in ieder geval heel vies. Dus ja, dan moet ik maar fazant spelen. En zelfs ik eet ze niet op. Als het eenmaal zover is dat de larven kevers zijn geworden, dan ben je verder van huis. Want die gaan zich weer vermenigvuldigen. Kijk, je ziet hier een heleboel kleine larfjes. Beetje oranje. Ik heb hier dus kennelijk de eitjes gemist. De eitjes zijn fel oranje en zitten aan de onderkant van het blad. En eitjes zijn nog iets makkelijker te bestrijden als je ze ziet, want die lopen niet. De larven verspreiden zich natuurlijk ook over de plant en als ze tegen zitten ook naar de planten ernaast. Het was maar een kleine besmetting. Ik denk dat er één Colorado kever zijn eieren heeft gelegd. Maar ja, dat betekent wel dat ik de boel goed in de gaten moet houden, want het staat er nu mooi bij. En er moet nog een goede maand voor ik kan oogsten. Dus dat wordt een paar keer per week controleren en ja, bestrijden. Ja, zo zien die eitjes er dan uit. Erg herkenbaar. Fel oranje aan de onderkant van het blad. Hier zijn er al een paar uitgekomen en dan zie je hoe snel dat gaat. Voor je het weet zitten je hele planten onder de mini larfjes. Eerst oranje, dan bruin. En daarna weer wat oranje. Ja, en dan uiteindelijk eten ze je hele gewas op. Hier zie je dat, zo'n nestje uitgekomen. Het lijkt nog niks. Maar de schade is toch aanmerkelijk. Als je ze niet doodmaakt, dan zien ze er 2-3 dagen later zo uit. Dan zijn ze in 10 keer zo groot in omvang. En dan is je aardappelblad op. Nou kan een aardappelplant wel iets hebben. Maar als je meer dan 10% schade hebt aan je blad, dan gaat de opbrengst gewoon echt naar achter. Dan krijg je minder aardappels. Dus dit zijn je Colorado kevers larven. Als je ze niet bestrijdt, nou, dan worden ze nog groter en dan worden het kevers. En dan gaan ze zich ook weer voortplanten. De larven die we nu zien, die zijn gelegd door kevers die hebben overwinterd in de grond. Maar nu, als de larven kever worden en ze vinden elkaar, dan maken ze een tweede lichting eitjes. En dan heb je straks in september weer een boel schade extra. Die larven overwinteren dan weer in de grond. En nou goed, je snapt hoe het dan volgend voorjaar begint. Wees niet rigoureus, want in de aardappels zitten ook grote vrienden. Zoals hier de lieve heersbeestjes. Laat die lekker zitten. En als je het een beetje in de gaten houdt, dan krijg je natuurlijk straks prachtig bloeiende aardappels. En een hartstikke goede oogst. Bloei laat meestal zien dat er al wat onder de grond zit. We zullen eens even een kleine kijkoperatie doen. Voorzichtig in de rug. En dit is een paarse aardappel. De blauwe Elise. En nou, het ziet er al goed uit. Ik hoop dat ze nog een paar weken met gezond loof kunnen groeien. En dan kunnen we eten.